Er zijn een paar kijkers die het zo serieus nemen, vooral bijvoorbeeld bij mij, dat ze gewoon mij denken, dat ze over mij denken, te denken dat ik echt een eikel ben. Yo, wat up, kijkers van mijn kanaal. Mijn naam is Dylan. Welkom weer terug bij een nieuwe video op dit kanaal van Rotjog. Ik ben de Rotjog en let's fucking go. In deze video ga ik het hebben over de titel. Het is Roleplay is kut. En wat bedoel ik met roleplay is kut, is dat zeg maar sommige mensen roleplay, kijkers vooral, veel te serieus nemen. Dus we gaan even ook rondlopen in Mindtopia, oftewel een real life roleplay-achtige server. En ik ga het eens dus even hebben waarom roleplay af en toe super kut kan zijn voor YouTubers of voor mensen. Omdat sommige mensen het dus eigenlijk veel te serieus nemen. Goed, laten we gewoon maar gaan beginnen meteen met waarom ik het kut vind. Er zijn een paar kijkers die het zo serieus nemen, vooral bijvoorbeeld bij mij, dat ze gewoon mij denken, dat ze over mij denken, te denken dat ik echt een eikel ben. In het echt ben ik vet vrolijk en vet vriendelijk. En sorry, ik ben even bezig. In ieder geval, ik ben... Ja, af en toe denken mensen wel dat ik echt een eikel ben. En dat komt door mijn roleplay-series als bijvoorbeeld in The Prison als in Mindtopia. Voor degenen die mij niet kennen vanuit The Prison, ik denk dat de meesten dat wel weten. In The Prison speel ik namelijk de Warden, oftewel de directeur. En de directeur van The Prison is eigenlijk echt de eikel, dat hoort te zijn. En hij is een eikel, die rol is mij geschreven dat ik een eikel moet spelen. Nou, dat is geen probleem. Ik kan het wel goed, moet ik zeggen. Ik ben ook niet de aardigste jongen op de wereld, laat me daarop houden. Ik ben ook wel een beetje een eikel af en toe. Maar er staan ook mensen die op mijn video's gaan reageren. Ik heb serieus video's gehad, want ik ben in The Prison een beetje gemeen tegen Lars. Oftewel Vagabondof. Mensen hebben serieus gereageerd. Kanker Dylan, waarom doe je zo tegen Lars? Je bent niet stoer, je bent een sukkeltje. En ik ben gewoon bedreigd. En van gast, het is fucking roleplay, weet je. Oftewel, it's not real. Het is niet echt. Ik bedoel, het is een rol die op jou geschreven staat. Denk je dat acteurs, denk je dat Harry Potter in het echt ook kan toveren? Oftewel Daniel Radcliffe, dat wordt ook gespeeld door iemand. Denk je dat Daniel Radcliffe fucking een echte toveraar is? Ik denk het niet. Nee, het is niet zo. Ook hier in bijvoorbeeld Mindtopia, ik ben dus een zakenmannetje speel ik, hè. Ik speel iemand die veel geld heeft en die eigenlijk een beetje als een aso moet rondlopen. Want ik heb veel geld, dat hoort bij mijn rol. Ik heb veel, ja, weet je, ik koop shit op. Ik ben een zakenmannetje. En die hebben nou eenmaal veel zelfvertrouwen. Die vinden zichzelf geweldig. En in deze serie speel ik ook iemand die zichzelf helemaal geweldig vindt. Zijn er een paar mensen die reageren op mijn video's van... Ja, gast, je moet niet zo fucking stoer doen, want dat ben je niet. Dude. Please. Het is roleplay. Het hoort erbij. Denk je... Weet je, het is gewoon zo. Denk je dat Kees, bijvoorbeeld Waken Kees of Wethouder Kees, Schicht Kees, denk je echt dat hij zo'n soort halve zenuwinzinking heeft? Dat hij een vrouw heeft die hem verlaten heeft en het is allemaal zo erg? Nee, dat is niet zo. Denk je dat Duffy in het echt ook planten verkoopt? Een eigen kas heeft hij naast? Nee, het is een rol die we aannemen. Alsjeblieft, begin het te begrijpen, want... Er zijn echt veel te veel mensen, en het zijn vooral de jongere kijkers, die dus denken dat we echt zo zijn. Ook met Wie is de Mol? Ja, het is geen roleplay, maar het is een spel. En een spel moet je spelen om te winnen. En ik speel op een vervelende manier, dat weet ik van mezelf. Maar zo win ik het spel wel. En daar gaat het zeg maar om als je wil winnen. En het is eigenlijk een video, een beetje een soort van rant video. Wat ik een beetje... Niet eens een rant, ik ben niet boos. Ik ben meer van... Je zit gewoon meer van gewoon mindfucked. Van gast, hoe kan je dat denken? Weet je, hoezo praat je zeg maar zo, weet je? Het is toch fucking stupid. Af en toe zijn mensen echt te dom om te poepen dat ze roleplay zo ongelooflijk serieus nemen. Het is gewoon stom. En dat is gewoon grappig om te zien. Dat sommige kijkers eigenlijk denken dat ik in het echt een eikel ben. En mensen daadwerkelijk bitch doen. Want dat doe ik gewoon niet. Want ik ben op zich, als je me een beetje leert kennen... Best wel een aardige gast. Ik ben heel vriendelijk, heel vrolijk. En ik ben altijd aardig. Nou, oké, ik ben niet altijd aardig. Maar, weet je, het is gewoon een video wat best wel belangrijk is. Dat iedereen altijd zo... Ja, het roleplay zo serieus neemt. Ik heb een keer gezien, toen was bij Just Joey Here. Dus Joey van... ja, Just Joey Here is zijn kanaal. Joey speelt ook in The Prison. Joey speelt daar een bewaker. Die was omgekocht en die problemen had op een gegeven moment met Lars. Hij schoot op een gegeven moment Lars het ziekenhuis in. Dus Lars was in het ziekenhuis beland door Joey in een video... En toen had Joey zijn eerste video op zijn nieuwe kanaal geplaatst. En wat denk je? Die reacties op zijn kanaal. Ja, K-woord weer. Joey, jij vuile teringleier. Durf je Lars dood te schieten? Ik dislike je video. Had nu gewoon echt een stuk 40, 50 dislikes. Door
fucking roleplay. En dat is gewoon iets wat ik een beetje raar vind. Stel je voor, je mag me niet als persoon dislike mijn video, weet je? Als je mijn video niet leuk vindt, sorry. Maar door roleplay? Wat? Ik heb in deze serie ook met Mindtopia een beetje probleempjes met Lars, weet je wel, van het wetshuis. En mensen zitten gewoon boos tegen mij te doen omdat Lars een video gemaakt heeft over mijn personage in deze serie. Weet je hoe ik in deze serie als persoon ben van Mindtopia? Het is gewoon... Af en toe denk ik echt, wauw. Gewoon wauw, weet je waarom? En dat wil ik jullie eigenlijk even meegeven. Alsjeblieft jongens, neem roleplay niet super serieus. Het is leuk om te kijken, maar het blijft roleplay en niet werkelijkheid. Alsjeblieft, print dat in je hoofd. Hou dat in je gedachten als je reactie achterlaat, want it's not real. Zo zijn we niet echt. Sommige mensen misschien wel, maar zo zijn we niet echt als we een rol spelen. Ik bedoel, Lars is niet echt ook geen gevangene. Right? David is niet echt de koning, want Entropia bestaat helemaal niet in het echt. Maar oké, hè? Goed, in ieder geval, daar hou ik het eventjes bij voor nu. Ik vond het hartstikke leuk. Laat even een blauw duimpje achter omhoog als je het een leuke video vond. Als je eindelijk hebt van, ja, deel, ik begrijp het. Vanaf nu ga ik je weer aardig vinden in plaats van een eikel die je... Oké, echt ben ik ook wel een eikel, ga ik niet om liegen. Ik ben ook wel een beetje een lul. Maar niet zo'n lul als in The Prison of als in Mindtopia. Want op zich ben ik best wel aardig altijd tegen mensen, bijvoorbeeld in de winkel. Ik ben heel klantvriendelijk tegen iedereen. En ja... Ik wou het jullie gewoon even meegeven. Vond je het leuk? Laat even een blauwe duimpje achter omhoog als je het awesome vond. Kijken hoeveel blauwe duimpjes we kunnen halen. Ik wil de 500 zien. 500. Dankjewel voor het kijken. Laat het maar tot ziens en peace. Oh,